gewoon zelf doen wat ik doe. I'm working on a building, working on a building, working on a building, working on a building, working on a building. Oh, waar ben je niet vlug? Antonio, we zijn hier op het Bourbon & Blues Festival en daar is ook, we zijn ook een paar bands aan het strijden om een prijs. Vertel er eens wat van. Ja, nou, dit is eigenlijk het eerste jaar dat dit georganiseerd wordt in samenwerking met Hans Offringa om een nieuwe bluesprijs in het leven te roepen. En dat is dan de Bourbon & Blues Award geworden. En dat is het eerste keer dit jaar, maar we hopen zeker dat dat een vervolg krijgt. En op dit moment 3 bands, dus is het de bedoeling dat jullie dat gaan opschalen, dat er meer bands zich gaan aanmelden? Ja, dat zal moeten blijken hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt. Wat het aanbod is en hoeveel bands er zich aanmelden. De winnaar van deze prijs, wat krijgen die precies? Uiteraard een mooi award, een hele mooie houten award en een opnamedag in de studio. Iets unieks, iets eigens, iets waarvan we genoten hebben. Raimunda! De winnaars van de allereerste Four Roses Bourbon & Blues Award is Raimunda. Ik had wat haast. Ja, Nino, kom op man! Mama, kom even hier staan. Hij is de lelijkste, dus hij komt er achteraan. En nou ja, ook namens ons, Raimunda, hartelijk gefeliciteerd. En ook overige bands. Heel mooi dat jullie hier waren. Laten we nog even van genieten met elkaar. En nog een hele fijne middag.